Wie heeft er nou precies voorrang bij de fietsersoversteekplaats aan de Stationsweg in Meidrecht? Voor veel bestuurders is de situatie erg verwarrend. Ja, ik vind dat heel terecht inderdaad. Het is een onduidelijke situatie en ik snap heel goed dat mensen dat moeilijk vinden. Ja, ik vind het op zich ook een gevaarlijke situatie. Vooral omdat een schijnveiligheid wordt gecreëerd. En eigenlijk ook een verkeerd beeld voor mensen die de regels niet goed snappen. Want het feit dat zoveel mensen er al over discussiëren geeft aan dat de regel hier niet duidelijk is. En ik denk dat daar de gemeente in ieder geval iets aan zou moeten gaan doen. Ja. Maar wie heeft er nou voorrang op dit punt? De fietsers of de automobilisten? Nou, de fietsers die vanuit het dorp komen slaan eigenlijk van de afbuigende weg af. Dus hebben geen voorrang. Want het is afslaand verkeer en rechtdoorgaand verkeer. De auto's die de weg blijven volgen gaan in die situatie voor. Maar ja, die verwarring wordt wel gecreëerd door de blokken die op de weg staan. Want daardoor denkt opeens een fietser dat hij wel het recht heeft om door te rijden. En dat is dus in deze situatie zeker niet zo. Nou, de blokken die staan normaal gesproken op plekken waar mensen oversteken. Dus het is een oversteekplaats die wordt aangeduid, maar heeft geen voorrangsrechten of zo. Sommige fietsers zijn bang voor ongelukken. Ik ben zelf erg bang dat je nu met stoppen op de brug waar je ook nauwelijks plek hebt om fatsoenlijk af te remmen als fietser, ongelukken gaat krijgen met de achteroprijdende auto's. Ik zou het heel erg prettig vinden als de situatie zou kunnen veranderen in een voorrangssituatie voor de fietsers. En voor de mensen die meer moeite hebben met vergelijkbare verkeerssituaties, zijn er oplossingen. Nou, de basis kennen de meeste mensen wel, hè? Voorrang enzovoort. Maar vooral als het wat lastiger wordt, is het wat minder. Maar goed, er zijn allerlei opfristrainingen voor, dus we nodigen de mensen uit om dat soort trainingen te volgen. Dus fietsers, hou het in de gaten, voortaan in de remmen bij deze oversteekplaats.